Hoi, in deze video laat ik jullie zien hoe je voeten lenteproof maakt. Mijn voeten hebben de hele winter in laarzen gezeten. Ik heb ze nauwelijks verzorgd, niet van een kleurtje voorzien. Dus hoog tijd om dat te gaan doen nu de lente eraan komt. Ik gebruik een voetenbadje en ik zet hem op de stand dat het water warm blijft en dat het lekker gaat bubbelen. Heb je nou niet zo'n voetenbadje, je kunt ook gewoon een afwasstijl gebruiken of gewoon een douche nemen, zodat je voeten ook lekker geweekt zijn. Nou, ik droog ze na de tijd af met een handdoek. En die handdoek die gaan we ook gebruiken om zometeen wat eelresten en nageltjes op te vangen. Dus hou die handdoek gewoon en leg hem onder je voeten. Nou, ik heb hier een eeltrasp en ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel goede voeten heb met weinig eelt. Heb je dit nou niet? Koop een goede rasp, even flink het eelt afhalen of ga even naar de pedicure en laat het de eerste keer door hem of haar doen. Ik maak mijn voeten nog even schoon met het water dat nog in het voetenbadje zat. En nou goed, dan ga ik verder met het knippen van mijn teennagels. Knip je teennagels niet te kort. Normaal gesproken kan je ze ook veilen. Als je bijvoorbeeld nog een pensie aan doet na de tijd, is het handig om ze te veilen. Maar ik zorg er gewoon voor dat ik de eerste dag na het knippen van mijn teennagels sokken aandoe. En dan hoef je ze niet te veilen. Met een bokkenpootje zorg ik ervoor dat mijn nagelriemen teruggeduwd zijn. En dan heb ik bij mijn teennagels, is dat niet overal nodig, maar ik doe dat eventjes bij de teennagels waarbij het wel nodig is. Dus kijk daar zelf eventjes naar wat bij jou het geval is. Dan ga ik nu de nagels lakken en ik begin met een base coat van Essence. Je kunt ook teennagelspreiders gebruiken. Dat doe ik niet, want die dingen zitten niet zo lekker. En het duurt vaak wel meer dan een uur voordat het nagellak gedroogd is. Dus ik doe het gewoon eventjes zo. Maar je kunt ze dus wel gebruiken als je dat fijn vindt. Laten we vervolgens de nagellak even drogen. En dan gaan we verder met een kleurtje. Ik kies voor L'Oreal Infallible Nail in de kleur 010 Keep Magenta. Dit is een twee stappen nagellak en ik ga beginnen met stap 1. Stap 1 is het aanbrengen van de kleur. En ik heb voor deze nagellak gekozen, want ik vind deze heel fijn. Deze droogt namelijk heel snel en heeft maar één laagje nodig om goed te dekken. Nou, dit laat je ook weer eventjes drogen en na 5 minuten breng je de tweede laag aan. De tweede laag is een topcoat en deze breng je over je nagellak aan, zodat het extra lang blijft zitten en dat de nagellak natuurlijk mooi gaat glanzen. Als laatste breng je nog wat voetencreme aan. Deze is van Balea, dat is een merk uit Duitsland. Van de drogisterij. En hier spreid ik mijn hakken mee in en de restjes van mijn handen doe ik nog even bovenop mijn voet. Ik zorg er wel voor dat het niet mijn nagellak raakt, zodat mijn nagellak nog even een uurtje kan uitharden. Zo, mijn voeten kunnen er weer even tegenaan. Bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei doei!